denk dat voor iedereen 2020 een heel bijzonder jaar is geweest. Ongeacht wat de situatie is, dat het voor iedereen een roerig jaar is geweest. Zeker nu de tweede lockdown een feit is. Ik hoop desondanks dat iedereen toch geniet van een hele mooie kerst. Er zijn genoeg mogelijkheden, zeker met het online, om toch contact met elkaar te hebben. Breng een glimlach bij een ander op zijn gezicht. Stuur een kaartje. En zwaai je voor de ramen mag altijd. Zover het mogelijk is, probeer via de digitale weg toch contact met elkaar te houden. Voor wie kan jij in deze periode een beurs zijn? Nou, als je op die manier een klein lichtpuntje kan zijn in deze tijd, zou denk ik heel mooi zijn. Ik wil iedereen echt gewoon wel een compliment geven voor dit jaar. Ik denk dat we met z'n allen enorm veel veerkracht hebben getoond. Dat we allemaal heel erg goed hebben geleerd om te denken. Ik hoop dat we met z'n allen ook gewoon weer vooruit kunnen kijken. En dat we kunnen genieten ook van de dingen die er wel zijn. En dat we weer aan het opbouwen zijn in het nieuwe jaar. Dat we de mooie punten naar boven kunnen halen. En dat we gewoon weer de draad op kunnen pakken. Blijf hopen op een betere tijd. Voor het nieuwe jaar. Veel voorspoed, veel geluk. En gezondheid toe. Dus gewoon iedereen gezondheid toe. Dat is denk ik toch nu echt nummer 1. Dat is gewoon het belangrijkste. Ik hoop dat iedereen fijne dagen heeft met de mensen waar het om gaat. Dat volgend jaar weer een jaar van hoop en van een nieuw begin is. We kunnen weer vooruit zoals we dat willen met z'n allen. En we gaan voor een mooi en gelukkig nieuw jaar.